Goeiedag even. Vandaag een nieuwe Op Pad met Niels. Met een speciaal iemand, een speciale gast. Dit is Ariaan Jonkers. En Ariaan gaan we alles vragen over energie. Want hij is energiecoach voor onze gemeente Midden-Drenthe. Ik haal hem op. En hij staat al klaar. Hey, die Niels. Ariaan. Goeiedag jongen. Dag jongen. Het is een keer kort zo, dat ik niet helemaal ergens heen moet. Gewoon tegenover, hè? Tegenover. Lekker dichtbij. Ja. Heel goed. Ja, want even voor de kijkers. Ik heb net gezegd dat je een soort energiecoach bent van de gemeente Midden-Drenthe. Dat klopt. Maar dan kun je misschien even voorstellen wie je bent, wat je doet. En alles. Ja, ik ben Ariaan Jonkers, 45 jaar, getrouwd, 2 kinderen. Woon al 40 jaar hier in Bijlen. Daarvoor natuurlijk... In Heiken gewoond. Waarom natuurlijk? Natuurlijk, jongen. Dat is toch het dorpje, geboortedorpje waar ik wegkom. Dat is mooi, hè? Ja. Dat is mooi. Daar blijven je roots liggen, hè? Ja, mooi. Altijd positief over Heiken, hè? Zeker, ja, zeker. Mooi. En ik werk in de installatietechniek. Oké. Ik zit bij Heijmans. Dat is zorg voor de utiliteitbouw, schoolgebouwen, voor de klimaatbeheersing. Dus zo in die rol ben ik ook een advertentie tegengekomen van gemeente Midden-Drenthe. Voor energiecoach. Ja, want even voor jou, voor de beeldvorming voor mensen, is dat jij zeg maar vanuit huis zeg maar van dat je echt al in die werk in dat werk zat. Jazeker. Ja. Wat deed je daar precies bij? Wat doe je daar precies bij Heijmans? Heijmans zorgen wij voor dat alle scholen en kantoren zeg maar een goed klimaat hebben. Lucht, dus eigenlijk lucht. Scholen. Ja. Grote bedrijven. Grote bedrijven. Ja. Okay, en okay. Daarvoor heb ik 13 jaar bij de energiewacht gezeten bij de particuliere mensen thuis. En daar wil ik even met je over hebben. Kijk. Dus daarom zeg ik het ook even. Bij particuliere mensen. Particuliere mensen. Particuliere. Ja. Nou, maar jij zag dus inderdaad advertentiestaal van gemeente Midden-Drenthe, energiecoach. Ja. Wat heb je toen gedaan? Ik heb erop gereageerd. En daar hebben we een gesprekje gehad van, goh, wat houdt het in? En wat ga je doen? En of dat iets voor mij was, nou dat was het zeker wel. Ja, je komt bij mensen thuis. Ga je even kijken, hoe is een huis? Is het goed geïsoleerd? Zijn er goede ramen? Heb je dubbel glas? Heb je HR++ glas? De vloer geïsoleerd, dak geïsoleerd? Ja. En hoe oud is de isolatie? Ja, dat heeft ook een dingetje dus. Ja. Dat is wat we daar gaan doen met de energiecoaches traject. Ja, ja. En met hoeveel mensen zit je in de gemeente? We hebben hier in Midden-Drenthe 11 energiecoaches lopen. Oké. 11 energiecoaches. Ja. Dat is natuurlijk ontstaan begin dit jaar volgens mij. Hè? Was het, begin van het jaar, ja. Dat heeft ook te maken met momenteel wat er allemaal leeft natuurlijk. Klopt. En even een bruggetje te maken. Je hebt natuurlijk ook een YouTube kanaal waar je mensen uitlegt hoe je eigenlijk kan bezuinigen op je energiekosten. Door klopt. Middel van afstelling van je cv-ketel of andere trucjes. Ja, klopt. Ik maak zelf ook mooie filmpjes. Ja, ja. En hoe kun je energie besparen? Wat zijn de makkelijke dingen? Wat kun je vlot doen om vlot energie te kunnen besparen? Ja. Hele grote uitgaven is vaak niet eens nodig. Nee. Kleine dingetjes helpen ook al enorm. Ja, hè? Ja. Hey, dus je hebt het diploma gehaald. Nou, dan word je ingezet. Hoe gaat zoiets? Kan een inwoner van een gemeente Midden-Drenthe naar een gemeentehuis toe, gemeentewinkel of zo, om te vragen: nou, ik wil graag een energiecoach hebben bij mij thuis? Of je kan je aanmelden via het Drents Energieloket. Juist. Dus daar moet je even naartoe gaan en dan kun je daar je gegevens achterlaten. En dan wordt hij bij een coach in de mail gedaan. Ja. Die neemt dan even contact met je op. Even een voorgesprekje van wat hoeveel ben je thuis? Hoe woon je? Dat soort dingen allemaal. Ja. Zorg dat je je jaarrekening klaar hebt liggen. Dan kunnen we even kijken wat er het verbruik is. En... Dus vanuit de gemeente krijg je dus een mail van nou, wil je naar deze mensen toe op maandagavond zeg maar. Ja, ergens in Heiken of halen. Je maakt zelf een afspraak met de mensen. Oké. Dus 1-op-1 met de particuliere mensen in Midden-Drenthe. Ja. Ga je heen. Maak je een plan. Als ik het zo een beetje in de tijd pak. We maken een heel energierapport. Van hoe is de woning geïsoleerd? Is de installatie voldoende? Kan daar nog verbetering? Die mensen krijgen dan gewoon een rapport aan huis. En dan kunnen ze alles rustig doornemen. Van, goh, moet ik gaan isoleren? Moet ik mijn kachel gaan afstellen? Dat soort dingen. En dan kunnen ze aan de hand daarvan kun je ook zien wat de besparing ongeveer per onderdeel is. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk... Even voor jouw beeld, hè? Ja. Als je normaal gesproken 9 minuten doucht. Je gaat het inkorten naar 5 minuten. Scheelt 130 euro per jaar. Ja, moet nagaan. Heb je nog meer van zulke dingen?
noem eens een voorbeeldje. Maar dat is wel heel leuk voor die ja, mensen. Ja, kijk, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Ik bedoel, leiding isoleren die je niet gebruikt. Dus dat is een investering van 2 euro per meter. Dat levert echt een enorme bak aan energie op. Ja. Hoeveel precies, dat kan ik niet zeggen, maar... Nee. Dus jij komt met die mensen, je maakt een rapport over hun huis. Ja. En dan vervolgens, wat gaat er dan gebeuren? Je hebt alles klaar. En dan gaan die mensen, die gaan zeg maar, nou... Nou, die kunnen dan gaan kijken waar ze in gaan investeren. Ja, oké. Of de ketel gaan vervangen voor een warmtepomp. Of een nieuwe ketel. Of de ketel zuiniger af laten stellen door een installateur. Ja. Want maar je kan ook... Want kijk, een warmtepomp is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Laten we eerlijk wezen. Nee, want die kosten best veel geld. Ja, dat is veel geld. Ja. Alleen is mijn vraag ook van... zeg maar, ook de mensen die zeg maar, het niet zo breed hebben... Die kun je dus ook eigenlijk helpen met tientjes werk in de maand te besparen door middel van langs te komen. Ja. En dat is denk ik ook heel belangrijk om dat ook even te benoemen. Niet alleen voor ik heb binnenkort een afspraak met het welzijn. Ja? Dan gaan we even een plan maken voor de minima. Een infoavond of iets dergelijks gaan we even doen. En dan kunnen we daar even voorlichting geven over energiebesparing. Mooi. Radiatorfolie, ook zoiets simpels. Plak het achter je radiator, levert gewoon direct rendement op. Oké. Dus je hoeft niet gelijk allemaal warmtepompen aan te schaffen. Nee, je kan ook gewoon kleinschalig beginnen. En ook voor mensen die dan wat minder breed hebben. En waar je natuurlijk ook met die energiekosten allemaal verschrikkelijk wat allemaal gebeurt. Ja. Dat mensen gewoon hun huizen moeten verkopen. We krijgen straks energiearmoede in Nederland. Ja, daar gaan we naartoe. Ja, ja. En dan vind ik het wel mooi dat je zeg maar, de boel een beetje, ook vanuit de gemeente, dat je dan mensen kan helpen. Ook al is het maar iets kleins, maar het kan natuurlijk wel een keer heel groot worden. Ja, klopt. De aanvraag is stromen binnen. Het gaat enorm hard. Ja, oké. Dus dat is zeg maar. In die besparingen, hè, dat zit hem zeg maar. Hoe moeten mensen dat zien? Dus ook door aanschaf van, maar ook wel bij onderdeel om te kopen? Of... Ja, je moet kleine investeringen doen om toch wel een besparing te realiseren. Ja. Zonder investeringen gaat het bijna niet lukken. Nee, zeg maar voor een paar tientjes folie of zo kopen, zo moet je een beetje zien. Ja, plak het achter je radiator en je hebt direct rendement van de radiator. Ja, en dat scheelt ook weer op jaarbasis als je dat dan... Klopt. Okay, dat verdient zichzelf heel snel terug, en vooral met deze gasprijzen. Ja, oké. Ah, dat is wel heel bijzonder, Arjan. Ja. En dat doe je zeg maar wekelijks? Is dat wekelijks of is dat gewoon op... Ik heb natuurlijk ook gewoon mijn werk en mijn andere hobby's. Dus ik doe 1 à 2 in de maand een energiecoachingstraject. Oké. Zijn er allemaal mensen die trouwens energiecoach zijn, die allemaal het werk wat gedaan hebben wat jou doet? Of zijn er ook het zijn echt heel diverse. Een paar gepensioneerde mensen zijn erbij. Ja. Ja, het zijn echt heel divers. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar... Oké. Dus dat is wel mooi. En heb je ook één keer zoveel tijd een overleg met elkaar allemaal? Van hoe loopt alles? Nou, we hebben volgende week donderdag hebben we weer een bijeenkomst. Ja. Dan hebben we een paar workshops bij over warmtebeeldcamera's, warmtepompen, isolatie. Ja. Dus dan heb je gewoon een workshop erbij. Dus dan steken wij ook weer dingen van op die we bij de mensen thuis weer kunnen uitleggen. Ja. Oké. Prachtig rapport, dat soort dingen. Ja. En ik vind het heel mooi dat in ieder geval een gemeente de kans is om zeg maar jij te vragen. Het is allemaal vrijblijvend, hè? Het is allemaal vrijwillig werk. En geen kosten aan verbonden voor mensen. Daar zijn geen kosten aan verbonden, nee. Kijk, dat is mooi, hè? Geen kosten aan verbonden met mensen thuis te komen. Precies. Dat is natuurlijk fantastisch. Oké. Nou, dat vind ik heel belangrijk, dat stukje. Ik wil je toch nog ook eventjes hebben, je hebt het nou over vrijwilligerswerk. Hoe belangrijk het eigenlijk is, hè? Want je doet daar ook belangeloos nu iets voor de gemeente. Ja. Natuurlijk, je hebt een diploma gehaald, dat wordt natuurlijk bekost, maar goed. Je staat wel voor die mensen klaar. Kun jij ook zeggen, want je hebt natuurlijk ook in de voetbalwereld gezeten als vrijwilliger. Ja. Nog steeds natuurlijk wel actief af en toe. Hoe belangrijk eigenlijk vrijwilligers zijn eigenlijk hier? Vrijwilligers zijn onmisbaar voor alles en iedereen. Ja. Zonder vrijwilligers draait geen vereniging. Nee. En dan kun je zien... Dus, het kost vaak maar een uurtje per week. Misschien nog minder. Ja. Kantinedienst draaien. Doe maar wat. Ja. Ja, goed, je bent natuurlijk ook jarenlang bij Bayern actief geweest, bij de jeugdafdeling en nu ben je ouder. Maar goed, nou doe je weer dit, en dat is ook wel mooi, dat je ook vrijwilligers weer voor dit weer hebt. Want zeker 10 jaar bij de voetbal gezeten is het tijd om dat stokje even door te geven. En dan gaan we nou dit eens even doen. Ja, dus eigenlijk zeg jij, jouw boodschap is eigenlijk op het gebied van vrijwilligers, van kleine moeite en help elkaar. Ja, kleine moeite en je doet iedereen er zoveel plezier mee. Mooi. Hey, wat is jouw YouTube-kanaal trouwens? Dan kunnen ze je misschien ook vinden om die
dat ze je ook even kunnen volgen op je filmpjes waar je mee kan besparen. Ja, als je zoekt op Arjan Jonkers duurzaam, dan kom je bij mij terecht. Oké. Ja, want je hebt meer views dan mij, als ik al zelfs, zeg ik wel. Dus iedereen volgt hem ook. Ja, de filmpjes worden goed bekeken. Dat is wel heel mooi. Dat zijn vaak simpele dingetjes. Ja, dat is superman. Ik ga nog meer filmpjes maken. Druk aan ideeën bedenken. Ja, dus ook voor de mensen kunnen ook echt thuis kijken in de praktijk. Ja. Hoe Arjan zeg maar in zijn eigen huis dat gaat installeren waarschijnlijk. Ja, klopt. Ik heb net een filmpje gemaakt over vloerwarming die ik bij me thuis geïnstalleerd heb. Oké, okay. Mooi. Dus dat zijn allemaal dingetjes. Ja, dat kost een boel geld, maar mooi. Ja. Hey, we zijn haast op het eind. Heb je nog een boodschap voor Midden-Drenthe? En aangezien jij ook altijd mijn filmpjes monteert, ook nog bij als vrijwilliger. Ja, ik krijg geen vergoeding voor. Ja, nee, af en toe krijg je wat. Maar heb je nog een boodschap voor Midden-Drenthe? Een boodschap voor. Ja, tuurlijk. Zorg voor elkaar, kijk naar elkaar uit. Doe wat vrijwilligerswerk. En zorg dat je wat energiezuiniger wordt. Het is duur genoeg deze tijden. Arjan, energiecoach. Meld je aan bij de energieloket hier in Midden-Drenthe. En wij kunnen daardoor ook mensen helpen in Midden-Drenthe om zeker de kosten te gaan besparen in de maand. We willen graag helpen. Dankjewel voor het kijken. Arjan, hartstikke bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om jou ook hier in uitzending te hebben. Een keer de andere kant. Andere kant. Dat je mij altijd maar filmt en altijd voor ons klaar staat. Want hij helpt mij ook af en toe. Want ik ben niet zo technisch. Ondanks dat ik bij technisch groothandel werk, helpt hij mij ook af en toe met in huis dingetjes doen. Dus. Kijk eens, tot de volgende keer. En abonneer op zijn kanaal. En ook op zijn kanaal, hè. Ciao. Dank, hoi. Hoi.